Verschillende parlementariërs uiten hun onvrede over de loonsverhoging voor de drie machten en vinden dat initiatiefnemers Aziz Kumar Gayadin en Genevieve Jordan de wetsvoorstellen moeten intrekken. De wetsvoorstellen ontkoppelen de salarissen van de regering en assembleeleden van die van ambtenaren en verbinden ze aan het salaris van de president. Ze ontvangen echter nog steeds een verhoging van 20%, aangezien de wetten pas tijdens de volgende regeertermijn ingaan. NDP-parlementariër Stefan Tsang benadrukte dat alleen de top een verhoging van bijna 400% krijgt. Dat is vele malen meer dan die 25% die met veel moeite voor de ambtenaren is bedongen. Dat is je reinste misleiding en ik ga het toelichten, voorzitter. Een belangrijke reden die is gegeven is bezuinigen en daarom mogen gewezen DNA-leden en ministers niet meer voor het leven worden verzorgd. Dat is te begrijpen, maar een wet kan niet worden aangenomen met TWK. Voorzieningen die toen zijn toegekend kun je helaas niet weghalen. Dat is de realiteit, hoe graag je dat ook wilt doen. Deze wetsvoorstellen zullen dus gelden voor de gewezen ambtsdragers van het volgende termijn. Je haalt die voorzieningen weg, maar tegelijkertijd geef je een forse loonsverhoging van minimaal 400%. Dat is geen bezuiniging, dat is misleiding. Een andere reden die is opgegeven is dat de salarissen van de drie machten moeten worden gesynchroniseerd. Als dat zo is, dan had je de salarissen van de DNA-leden kunnen optrekken naar het niveau van de andere twee machten. Want de DNA-leden krijgen nog het minst van de drie machten. Dus als je het zo mag zien, voorzitter, als dit het niveau is van het salaris van de rechterlijke macht, dan is dit het niveau van het salaris van de regering. De DNA-leden zitten hier. Maar wat nu wordt voorgesteld is, in plaats van dat het gelijk wordt getrokken, wordt van de regering 400% verhoogd om daarna van die twee machten daarna dat niveau te trekken. En als dat zo is, voorzitter, laten we eerlijk zijn, het gaat niet om balans brengen, het gaat niet om bezuinigen, het gaat om hebzucht. Door het VHP-parlementariër Kishen Ramsukul haalde aan dat het niet gaat om een loonsverhoging van 400%. Die informatie is volgens hem niet correct. Ik stel voor dat we die zaken goed bestuderen alvorens we hier opmerkingen maken die een hele andere leven zullen gaan leiden in de samenleving. Dank u wel, voorzitter. De vergadering bereikte een dieptepunt toen de NDP-parlementariër zijn misnoegen buiten de microfoon uitsprak over opmerkingen van coalitieleden. Hierop werd hij door waarnemend voorzitter Deo Sharman uit de zaal gezet.